En dan dit. Het programma Brandpunt Plus zond deze week een interview uit met Hillary Clinton. Daarvoor zochten ze natuurlijk een goede, scherpe journalist die vloeiend Engels spreekt. En dan kom je al snel uit bij Eva Jinek. En een paar uur voor de uitzending van dat interview zat Eva bij De Wereld Draait Door om te vertellen over haar interviewstrategie. Hoe hard gaat ze erin? Welke kritische vragen gaat ze stellen? Hoe heeft ze zich voorbereid? Toen ik mijn broer belde en zei van ik mag Hillary Clinton interviewen, ik schreeuwde dat natuurlijk door de telefoon. Toen zei hij, oh my god, ga je haar vertellen over die foto die je al 20 jaar hebt? Ja, ja. Eva Jinek heeft dus al 20 jaar een foto van Hillary en Bill Clinton in haar huis hangen. Dus dat gesprek ging ongeveer zo. Met de broer van Eva Jinek. Ik maak Hillary Clinton interviewen! Oh my god, ga jij vertellen van die foto? Oh my god, Tony, ik neem hem gewoon mee. Oké, hoe kan het dat we allebei al 30 jaar in Nederland wonen en nog steeds een Amerikaans accent hebben? Ik heb geen idee! Zo ging dat. Maar Eva is dus gewoon een fangirl van de Clintons. En dat is prima natuurlijk. Ik heb ook idolen. Je weet wie je bent, Rick Brandsteder. Maar... maar misschien had Brandpunt Plus, als ze een goed interview wilde, niet de grootste Clinton-fan moeten vragen. Wie weet, oordeel ik nu al te snel. Hoe verliep dat interview? I really admire you for writing this book. Is it something in you, I mean, being an intelligent woman, an intellectual, self-assured, having an idea, a plan, ambitious? Is that what people dislike? I've had this picture. You're gonna think I'm crazy now. That's why I saved it for the end. I've had this picture of you since I was 19. Every time I thought, I'm so frustrated, I want to give up, I've had enough, I thought, what would Hillary and Bill say to me if I wanted to give up? Je hebt zeg maar een kritisch interview. Dan heb je een hele tijd niks. Dan heb je Dionne Staks die een vraag aan Amalia mocht stellen. Dan weer een hele tijd niks. Dan heb je Erika Terpstra met de Dalai Lama. Dan heb je het nummer I Will Always Love You van Whitney Houston. En dan weer een hele tijd niks. En dan denk je, waar is dan dat interview van Eva Jinek? Geen idee, dat is niet meer te zien met het blote oog. Maar Eva was gelukkig niet de enige die dag met Hillary Clinton mocht praten. Direct na haar was de beurt aan nog een journalistiek zwaargewicht. Hi, Arjen Lubach, zondag met Lubach Plus. Verdomme, die hele stoel is helemaal nat. Sorry, de stoel is helemaal nat. You've got to get another one. Mrs. Clinton, it's a pleasure to meet you. You were just interviewed by my Dutch colleague Eva Jinek. What the hell happened there? I don't have any idea. I don't think she does. And whoever she is, I don't think she does. Oh my god, I can't believe it. You know, I tried to ignore it. I tried to rise above it. Maybe I, you know, should have turned around and said, you know, back up, you creep. Stop, Eva Jinek, stop. That's right. And that endless stream of compliments. What was that like? I mean, it was like, oh my god, somebody is saying these things. I can't believe it. Well, anyway, now it's my turn to do the interview, so let's focus on you. You wear makeup, you have a high-pitched voice, you have breasts, too, actually. But a lot of it is because I am a woman. If you say so. Okay, next question. Do you think Sibrand Buma will ever become the Prime Minister of the Netherlands? That's not gonna happen. No? But let's say he does. What will the United States do? Oh, and the worst scenario, and I talked about this in the campaign, is nuclear weapons. Really? Why do you have nuclear weapons if you're not going to use them? True. Well, okay, enough about him. It's just us now. I'm very, very excited. Really? Do you watch Zondag met Lubach? I do. Our item from last week with Stef Blok? We made a sock. It was just like a Stef sock. It was just a stupid joke. It was absolutely great TV. Thank you so much. People couldn't turn away from it. Well, it was just so entertaining. It was just a sock. So it was performance art. Yes, well, thank you. And did you see your item about the gemeenteraadsverkiezingen? Oh my gosh, replay it. Okay, well, speaking about TV shows, let's talk about The Lies Mother for a second. The ratings. It's good ratings. Great ratings, but I was thinking to myself, what makes it so good? Some people say it's because it's not politically correct, you know? What do you think? They term it
you know, not being politically correct. I term it being rude and racist and sexist and everything else. But it was... But it was new. High five. You used to be Minister of Foreign Affairs. Our former Minister of Foreign Affairs, he's called Halbe Zijlstra. I brought you a picture. Oh, that is so funny. Here you go. Oh my God, that is ancient history. It is ancient history. Yeah, I love it. Thank you, Mrs. Clinton, for the interview. You love it. Was Arjen Lubach for Zondag met Lubach Plus. Terug naar de studio. Hoi online vrienden, abonneer je nu op ons kanaal. Dat kost maar 0 euro per maand. Dat is niks joh. Elke maand evenveel biertjes drinken als alle andere maanden en je zit er al op. Klik hier, klik ergens, klik. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.